Jeffrey, hoe is het? Ja, goed. Ja. Nieuw winkeltje. Dus, ja, ben ik er weer eens. Ik zie je bijna elke maand dat zo doorgaat. Ja, precies. Maar vertel eens, de cadeaubaan. Want je had al verteld dat er een cadeauachtige bar aankwam. Maar wel een afsplitsing van Solo. Het is eigenlijk een heel nieuw concept. Wij zijn hier ook een proefwinkel als het ware. We hadden dit pand nog over en we hebben hier nog 2 jaar huurcontract. Ja, we hadden zelfs iets van, we kunnen leeg laten staan, maar dat kost gewoon heel veel geld. Ja. Dus we gaan gewoon iets proberen. En toen kwamen we uit op de cadeaubar, omdat we ook niet te veel met onze eigen winkel in de weg willen zitten. Zoeken we gewoon van andere leveranciers leuke artikelen, bijzondere artikelen, gekke artikeltjes. Zeelspreukjes op veeltjes. Maar het concept vind ik natuurlijk heel leuk. Ik ben een groepstijger. Ja. We zitten nu ook gewoon. Ook wel. Alleen ik sta liever hier dan daar. Ja, dat snap ik. Maar dit is, het ziet er ook echt uit als een toon. We hebben baarkrukjes. Ja, daarom. Maar het is niet zo dat je drank verkoopt, hè? Of koffie. Ja, we gaan wel cola en frisdrank verkopen. Ik heb nou een hele coole kast. Dat wordt een koelkast. Okay. Als die gevuld wordt. Maar dat komt vanmiddag als het goed is. Maar het is niet dat we achter de bar iets gaan verkopen. Nee, dan moet je een drankvergunning hebben open. Dus dat is te veel. Maar gewoon dat. Nou, maar ik begreep ook van je, want er zijn natuurlijk heel veel solo's in Nederland. En de een is veel groter dan de andere. Ja, klopt. Maar er is nog geen cadeaubar. Nee, dit is het eerste. En wat betekent dat? Is het dan een pilot of een... Het is echt wel een pilot. Is het een succes, dan gaan we ermee door. En dan kunnen we het misschien maar uitgebreid in andere steden. Voor dit moment is het natuurlijk alleen even hier in Middelburg om te kijken hoe het gaat. Ja. Het kwam gewoon goed uit omdat we hier nog een mooi pand over hadden om het in te proberen. En je noemt het even dan kort, want heel veel mensen komen natuurlijk vanwege de diversiteit en de prijs van de spullen. Is de prijs wel gelijk of zijn jullie hier duurder? Dit is wel een andere prijsklasse dan bij de Solo zelf. Ja. Ik zeg wel, er zijn wel heel wat goedkope artikelen ook. We hebben een paar artikelen die ook in de andere winkel te vinden zijn. Maar we focussen hier meer op wat leukere, wat apartere, wat gekkere dingetjes. Ja, dus als ik nou een origineel cadeautje ga geven, waar als man die bij beide is betrokken, waar stuur jij me dan naartoe? Naar welke van de 2 winkels? Het ligt aan wat je zoekt. Ja. Ik heb hier in de hogere prijsklasse wat vintage spulletjes. Ik heb daar gewoon wat meer gekkigheid. Maar ik zag ook wat eentjes en ding, maar ik heb even net rondgelopen. Ja, dat is nou net iets wat ik in beide winkels ook wel heb. Precies, maar dat zijn gewoon leuke artikelen die wij hier en daar verkopen. Omdat het gewoon best. En jij zelf, waar wil jij nu de frontman? Beide in principe. Ik run ze allebei, alleen ik zal voornamelijk in de solo winkel staan. Want dat is precies. Gewoon onze dus hier komt eigenlijk een ander team in deze winkel. We wisselen met de solo-winkel. Elke dag komt daar een team van wat daar ook werkt, komt ook hier te staan. Nou, oké, daar, helemaal duidelijk. Dus we gaan het gewoon een beetje. Dus, en je had beloofd, want ik wil altijd op het dak. Nee, je mag het dak op. Dus we gaan even naar boven. Gaan we gelijk even doen. En dan doen we hier nog wat, zou ik zeggen. Hè? Ja.